wordt nou eventjes onder handen genomen door ons lieftallige Linda. Ja, weet je wat gevaarlijk is? Droge onweer. Dat wil zeggen, als het niet regent en het onweert, nou blijf dan alsjeblieft binnen. Hey, goedemorgen lieve vrienden. Zijn jullie er weer? Nou, ik ben er ook. Ja, zoals jullie zien, zoals vanavond, bij Corina en de Beestenboel. Daar zijn jullie altijd welkom. Ja, de deur is dat altijd open. Dus kom maar gezellig. Maar ik wens jullie als eerste een hele fijne dag. Het is vandaag vrijdag en het is 18 juni en we leven om 9 uur 34. Ja, en ik ben al aangekleed, ik ben al een tijdje wakker ook, want ik had gisteren, kwam ik erachter dat ik takken in mijn tuin kreeg, onder mijn schutting door van de gemeentetuin. Ik zit niet op je troep te wachten, weg ermee. Dus toen had ik achteraan gebeld. En ze waren van de vanochtend om 8 uur al hiervoor, oké. Dus ja, over mijn pyjama maar eventjes een jas geschoten en me naar buiten. En ondanks dat het nog steeds warm is, maar het is vies meer rot regen. Ja, want het is even droog. Dus dan gaan we straks eventjes rap er doorheen met de dames. Elwin wil niet, maar ze molt. Ja, die wil niet lopen. Nee, ze wil het liefst in een rolletje blijven leggen, zodat ze nestgelassen heeft. Ja, het jeukt en het doet, want het begint te genezen. Maar in ieder geval, het komt wel goed hoor. Gewoon stapsgewijs. Ik bedoel, het is maandag gebeurd, het is nu alweer op vrijdag. Dus toch weer, vrijdag. Dus dat moet goed komen, ja. Ik bedoel, medicijnen moet ze hebben straks. Maar we gaan eerst lopen en daarna krijgen ze medicijnen. In een pakje worst gewikkeld. Ik kreeg ze gisteravond ook. Ja. Ik ga nog een half stukje en een kwart stukje leggen. En dat heb ik in een pakje worst gerold. En dat handen gegeven. Nou ja, hup, weg. Oké, ze sprak het zo door. Voilà. Nou ja, geen. Hoef ik niet met hem te vechten. Nee. Maar in ieder geval ook zit Kandal of zo, miauw, miauw, die wil eruit, maar die gaat er niet uit, want dan loopt hij mij weer achterna. Want ik heb gisteravond het laatste loopje, hek weer voor het eerst na de operatie een hele blok gelopen. De normale blok, die behoort te lopen, als je gewoon gaat lopen. En niet tot aan de Mosselbrug en weer terug, nee, gewoon ondergracht. En dat ging goed. Dus ja, dat gaan we nou weer doen. En dan wil ik meneer Kandal niet achter mijn haar hebben te jokken. Nee, dat gebeurt het niet. Hé? Meneertje. Dus ja, ik heb gisteren ook mijn nagels aan het onderkladderen geweest. Maar ja, gewoon gek. Een beetje anders dan ik normaal heb. Normaal is het allemaal even. Ik had nou roze met paars gemengd. Op een stukje plastic en daar zat ik wel doorheen met het kwastje en de ene is donkerder dan de andere en toen nog eens een keer met roze stipjes en roze streepjes gedaan. Nou ja, het is niet zoals een nail stylist. Dat kan ik allemaal niet. Nee, die doen het allemaal zo secuur. Nou, hallo, als ik dat moet gaan doen, ik vind het voor mij netjes. Ja, en meteen nagels heb ik ook gedaan, maar dat kan ik nou niet laten zien, want er zit pantykousjes overheen en normale kousen en mijn laarsjes. Want ik moet nou laarsjes aan tegen mijn zin in, want het is bloedheet nog. Het is bij de poort 22 graden, dus ja. Ja, je moet wel weer. Ik denk, ik blijf van boven luchtig, dan is er niks aan. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ook van jullie dag. Doe het met een lach. Geef elkaar weer een hand, geef elkaar een knuffel, doe lief tegen elkaar en ik zeg tot later maar. Mwah, mwah, mwah. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik heb me maar weer omgekleed, want het was niet te harde. Nee.
Mijn hemel, ook wel lekker blote voeten. Ik heb hier de ventilator weer aan van de nieuwe zolder. De oude bovenste had ik al zo aan. Maar het is warm en benauwd. Het stinkt buiten naar benauwdheid. Nou, je wilt niet weten. Krijg ik net ook een telefoontje van de nieuwe huishoudenzorg. Dat ze rond een uur of half hier is. Dus ik ga nog even gauw een bakje koffie maken en een broodje, want ik heb dus nog geen koffie en eten gehad. Dus dat gaan we gauw even doen, terwijl ik al vanaf voor achter wakker ben. Maar ja, doet er niet toe. Waar is andere prioriteiten bezig? Dus ja, daar moest ik bij wezen. Dus ja, en dan rap, dat je toch op tijd klaar bent. Dus ja, dan gaan we dat even doen. En ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe ik ook. Dus ja, ik geloof dat Karin vandaag komt, ik weet het niet. Moet ik even de spul boven nemen. Even appen, maar ik denk dat die zo met de honden uit zijn, ik weet het niet. Ik weet van niks. Maar oké, ik kan lopen ze buiten op de raktaal, op de picknicktafel. Dus, maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei! Nou, lieve vrienden, zoals jullie zien is Karin ook weer in een helder. En ja, die wordt nou eventjes onder handen genomen door ons lieftallige Linda. Ja, nou, ik ga even lekker zo doen. Dus ja, ook Karin die gaat uiteraard vloggen. Al een vloggende weg wordt er geknipt en gedaan. Ja, even voor mama ja. Op de achtergrond. Maakt niet uit. Gaan we zo vloggen, hè? Ja, precies. Gezellig zo. Geweldig. Kijk, dan ga ik omhoog. Leuk. Ook, dat is gebeurd allemaal. Heerlijk. Daar worden we groot van. Ja, precies. Dus ja, zo is dat. Wordt zo lekker kort week, tenminste tot zover. Ik ben er bij. Ja. Puntjes. Ja. Ik heb het zelf gedaan, dus het is aardig Schotse scheef volgens mij. Of valt het mee? Ja. Valt het mee? Nee, wacht even. Bij mij ben ik geroepen. Ja, tuurlijk, dat doet ze. En ze gooit me toch altijd op YouTube, dus. Ja, daarom. Samenwerking. Je wordt ook Facebook, hè? Samenwerking. Je wordt in Facebook, hè? Ja, ja. Precies. En ook, samenwerking. En ook YouTube. Ja, korting krijgen. Voor jullie. Ja. 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 Volgende knipper. Kijk, mooi. Houden we jullie aan. Staat al veel potverdorie. Ja. Ja. Nou, mam, en dat geldt voor u, maar dat geldt ook voor mij. Ja, maar dat ja. Ik krijg al af en toe. Ze krijgt al voor. Ja. Kijk, dat is mooi. Dat roggel ik wel. Dat roggel ik gewoon. Ja. Kijk, en dinsdag kom ik lekker bij de Reniel de Helder. Ik weet, het is in het volgencentrum, zei je. Maar ik weet die hele kapsel nog niet te vinden. Mam. Over de VOMA. Mama. Ja? En waar we toen die behang hebben gehaald, weet u wel, daar? Ja. Nou, dat is de volgencentrum. Ja, dat weet ik. Mooi. Nou, en dan kan u toch wel de kapper vinden, want er zit er maar één. Ja. Je broodjes zou doen, ja? Ja. Daarnaast. Oh, nou ja, dat vind ik het vanzelf wel. En de volgencentrum, die is niet zo heel groot, nee, hoor. Ik ken de volgencentrum wel, maar nou, nooit... Ik ken, kijk, je gaat naar de desbetreffende winkel toe waar je naartoe moet. En aangezien dat Linda ook hier zit, ja, en dichter bij huis zit, ja, maar nou werkt de dinsdag in Nieuw Helder, dus ga ik daar naartoe. Want ik wil door Linda gekregen worden. Ik werk nooit dinsdag, hè? Nee, dat weet ik. Maar is het nou wel, het is wel scheef of niet? Of valt het was nou wel een beetje scheef. Een beetje scheef, ja, maar niet veel, denk ik. Nou, ja. Hé, een beetje veel. Nee. Kijk, als je dan eerder bent, dan zeg je zo'n beetje. Ja, precies. Maar er werd vanochtend gelijk gezien dat het mijn dochter was. Ja. Ik kreeg een nieuwe huishoudenzorg. Ik heb hele mooie. Dan moet ik lekker eroverheen gaan praten. Muziek, hè? Copyright. En anders moet ik er gewoon even over muziek. Je moet eroverheen praten, ja. Ja, nou, daarom, muziek eroverheen dat. Knallen, bla bla bla. Ja, daarom, precies dat. Dat doen wij wel. Oh ja hoor, dat doen wij wel. Karen die vlogt lekker zelf verder.
dit wordt haar vlog, dus ik hou er mee op. Daar heb je dus een vlog. De vlog. En ik vlog? Zeg tot... Ja, bijna wel, ja. Tot dinsdag. Tot dinsdag. Ja, zo lieve vrienden, daar ben ik weer eens een keertje. Ja, ik had vanochtend vroeg de camera erbij gepakt. Bij de kapper, ik was met Karin van de kapper. Zelf moet ik dus nog, maar dat komt andere week, dinsdag. En dan neem ik jullie uiteraard mee. Maar ja, dan is dinsdag in een andere wijk, zoals ik gisteren ook al had gezegd. Karin die is nou weer keurig netjes geknipt en gedaan. Lekker ook kort gekocht, tenminste, het is bij haar hier kaal. Nou ja, wat Linda met mij uit gaat spoken, ik weet het niet. Want die twee dames die zijn er naar mijn kokstolen geweest. Ze hebben al gezegd stekeltjes millimeter. Nou, wacht wel af. Ja, maakt mij niks uit hoor. Het groeit wel weer. Ja, toch? Ja. Maar oké, dat is gewoon hartstikke leuk. Het komt allemaal wel goed. En ik ben gewoon benieuwd wat er gedaan wordt. Ja, ik zei knippen, dus ja, wat eraf gaat, weet ik niet. Zien we wel, merken we wel. Maar ik moet inderdaad dan naar een andere wijk. Een andere, dezelfde naam. Maar ja, ze hebben meerdere zaken. Dus ja, dan moet je toch wel eens als, daar ook in vallen. Ja, anders staat daar niemand. Dus dan moet ze ook anders. Werkt zij op dinsdag niet, maar dan moet ze wel werken. Dus ja, ben ik blij, want ik keek naar haar toe. Maar oké, ja, ik ben zo even bezig. Ik heb de deur nog wel open, want het is in huis nog steeds ook warm en benauwd. Buiten was het ook benauwd. Maar er komt nou veel wind op zitten. Ja, een heleboel. Ja, het waait af en toe best. Dat, ik denk dat ik wel, voordat ik mijn hondjes weer uitgelaten, me alweer om moet kleden. Om toch weer sowieso aan mijn benen weer wat warmers te hebben. Dan wordt het mij te koud, ja. Hier hey, kan je nog eens een vest aan doen, weet je. Maar mijn benen moeten warm zijn. Als dat niet warm is, krijg ik helemaal koud. Ja, dat moet ook weer niet. Nee. Dus ja, ik ben nog lekker met mijn spelletje bezig. Ik moet nog proberen twee vlogs in elkaar te zetten. Want gisteren heb ik helemaal niks gedaan. Ik had er geen fut, ik had er geen zin in. Ik denk, morgen weer een dag. Ja, toch? Dus we zullen bekijken wat ik kan doen verder. En ja, het komt allemaal goed. Gezegd, tot later. Doei! Zo lieve vrienden, ik denk ik kom dan maar even weer retour. Ik heb betijds de hondjes uitgelaten. Toen kwamen we elkaar in nog tegen. Die zat op het trappetje van de dijk. Die zat te filmen van de kruising van... moeilijk hè? Om een kruising vrij te houden tijdens een file, of weet ik veel. Want er was ook file naar de Texelse buitel. Dus ja, echt gigadruk. En dus houden ze die kruising ook bezet, weet je. Nou, dat hoor je niet te doen. Nee. Nou, en daar ligt onze Rijka. Daar ligt onze Elwin helemaal in een rolletje. En Kandalus loopt achter me. Die wil naar buiten, maar die gaat niet naar buiten. Die wil kijken eens naar de lucht. En het rommelt al in de verre verte. Daarnet kwam er nog een musje in het gras van die stomme moestuin die ook op apengapen staat. Op omvallen, dat ging er laat los. Ik geloof dat ik hem zelf maar even los probeer te koppelen wanneer het niet zo warm is. En dan, ja, dan zien we wel wat we er verder mee gaan doen. Ik kan allemaal weg, ja. Degene die die buis en die koppelingen kan gebruiken, die kunnen ze dat allemaal meenemen. En ik moet tegels hebben, dus ja, wie heeft er nog tegels over? Dat dicht kan en daar in het hoekje waar die oude drinkersbak voor Frodo staat, dat moet dicht. Mary heeft nog gewassen grindtegels over, ik weet dat daar al in. Wie kan mij helpen om dat dicht te krijgen? Ja, ik weet het niet. Ja. Oei, dan wordt het donker. Oei, daar nog erger. Oei, daar wordt het nog erger donkerder. Kandalf, wauw. Zo daar, ik zie spatjes al op mijn raam hier al. Ja, ik zie hier al spatjes op mijn raam. Daar al één, daar al één. Ja, nog meer. Nou, alsjeblieft, kijk zien. Ja. Oeh, ja man. Hé, hey, jij kereltje.
Ja. Nou ja, het zal straks wel, de hel zal wel losbarsten. Over het hele land is het code rood uitgegeven. Eerst was het oranje en ineens krijg ik weer bericht van, het is rood. Nou ja, oké. Dan maar rood. Ik kan er ook niks aan doen. Nee. Ik ben ook bezig om een vlog in elkaar te zetten. Ik ben nog maar aan het begin. Bezig. En het wordt trouwens een hele leuke, gezellige vlog. Ja, een werkvlog, maar wel gezellig. Ja, met z'n drieën. Waren we bezig. Hoe, wat wil je nog meer? Dat is gewoon leuk. Ja, toch? Ja, en ik zie er niet uit. Mijn haar, nou, dat staat alle kanten op. Maar ja, ik ben ook door die storm heen geweest. Want storm, tenminste storm. Harde wind, flinke harde wind staat er. En daar ben ik al doorheen geweest. Dus ja. Maar ja, deze gaat ik weer naar de kapper. Dus komt helemaal weer goed. Misschien wordt het allemaal wel stekeltjes. Wow. Allemaal stekeltjes. Ja. Helemaal kort wieken. Helemaal kaal. Dat zei Karen ook. Helemaal kaal. Nou ja, we zien wel. Ik ben zo gek om het te doen ook hoor. Ja hoor, het groeit toch weer aan. Ja toch? Moet je het rommelen? En er komt nog een helikopter. Die heeft het duidelijk warm. Maar ja, het is ook warm in huis. Broeierig. Maar ja, we zullen het afwachten, lieve vrienden. Ik zou zeggen, gewoon geniet van alles met wat jullie doen. Van het slechte weer, dat jullie daarna kijken. Ik weet het niet, ik moet er nog om denken. Dat met mijn plantjes niks gebeurt, die er nog zijn. Mijn vogelhuisje waar een plantje in staat die bijna dood is. Daar was de eerste bliksem. Ja, ik zag een flits. Ik zag een flits. Ik zag een flits. Dat is leuk. Ja, weet je wat gevaarlijk is? Droge onweer. Dat wil zeggen, als het niet regent en het onweert, nou blijf dan alsjeblieft binnen. Ja. Ja, de eerste klap komen al naderbij. Ja. Kijk, er is een kras in mijn raam. Je hoort het ook wel, tegen mijn nagel aan. Musje, daar op mijn schutting, ga naar je nestje toe. Ga je schuilen. Ja. Rommel de bommel, wat een gestommel. De boeven op de zolder. Maar nee, het is niet onze Sinterklaas en onze zwarte Piet erbij. Nee, het is onweer. Oftewel, de engeltjes maken muziek, die slaan op de trommels en ze maken foto's. Ja, van ons. En voor, waar doen ze dat voor? Om dat aan onze dierbaren te geven. Ja. Wat? Oh ja? Nou, kom dan hier. Kom dan. Kom eens hier. Kom eens hier. 1, 2. Hoppata. Zo. Nee, niet goed. Nou, dan niet. Ja. Nou. Het komt bij jullie ook allemaal, dus ik zou zeggen, doe rustig aan. Geniet van wat jij mooi vindt, wat jij doen wilt of wat dan ook. Ik ben niet iemand van onweer. Nee, ik ben er eigenlijk wel bang voor, maar aan de andere kant trekt het ook weer. En die krat daaronder. Ik weet ook niet of zij bang is, ja of nee. Ik heb het nog niet vernomen. Rijka interesseert het niet, die kijkt er gewoon naar. Maar dat is ook met vuurwerk zo, die kijkt er ook gewoon naar. Ja, die denkt ook gewoon, oh, leuk, gezellig. Liggies. Zie je nou? Ja, doe je pet goed. Zo, petje goed. Dus ja, zo, dat dus. En je kan op mijn deur, op mijn schuttingsdeur, kan je zien dat het al wat regent.
Het regent nog niet hard, dat was weer een bliksem. Maar oké, nou ga ik echt een einde eruit aan breiden, want anders kom ik niet klaar. Nee. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet tot zover je het kan. En ik vergeet jullie niet. Een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei!